Hallo allemaal en welkom terug bij Molenaars Games. En vandaag ga ik jullie de zwevende knop uitleggen hoe je deze kunt maken. En wat houdt de zwevende knop in? Dat is eigenlijk gewoon een knop die zweeft. En als je erop duwt, hop, word je naar iets geteleporteerd ofzo. Dus ik ga jullie uitleggen hoe het werkt. Dus wat je als eerste doet is een 3 op 2, zoveel neemt het maar in. Je gaat 5 blokken omhoog. 5. Je neemt die eruit. Je zet daar een kleefster. Kleefzuiger. Je zet daaronder een ritsenblok en de laatste kun je weghalen. Dan haal je deze weg en zet je daar gewoon een kwartsplaat op of een andere plaat en hierop de knop. Nu, het gaat natuurlijk nog allemaal niet werken. Dan voor de redstone, wat je allemaal doet is hieronder twee blokken zetten. Hier zet je redstone op met twee toortsen. Dit zijn nu twee uitgangen. Nu, dan gaan we ook even een klokje maken voor erop te zetten. Dus even een klok maken, die zet je hier tegen. En dan doe je gewoon iets. Hola. Doe je gewoon een voorwerp in de trechter. En dan gaan we hier een blok tegenzetten met hier een kwarsplaat op. Hier dan een redstone comparator met dan een redstone. En ervoor zorgen dat dit wordt afgericht. Dus up. En het is klaar. En zo werkt het helemaal. Dus wat ik heb gedaan is gewoon een toren van 5 gemaakt. De derde blok eruit gehaald. Up naar onder. Redstone blok eronder. Hier twee uitgangen. Je kunt er zelfs 4 uitgangen van maken. Voor achter. En aan de achterkant bijvoorbeeld gebruiken. Een blok. Een klok. Met dan een comparator. Die ervoor zorgt dat de uitgang hoog wordt. Want zonder dat werkt het niet. En zo kun je dus bijvoorbeeld zoals ik heb gedaan hier. Een redstone. Een command blok achter zetten. En dan bijvoorbeeld met een command. Het te laten teleporteren naar een andere plek. Zoals ik heb gedaan. En dit heb ik dan ook in mijn eigen map gebruikt. Ja, dat is eigenlijk een fijn ontwerp, want je ziet, je kunt dan ook nog overal kwarsplaten rondzetten. En zo lijkt eigenlijk je knop te zweven. En toch werkt je knop. Dus, dit was het dan eigenlijk. Een heel kort videootje over een knopje dat zweeft. Dit was het dan. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.